Hallo dames en welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon. We gaan gauw verder waar we waren gebleven. Oh ja, we hebben trouwens... Oh shit, ik neem het onderste scherm nu ook op. Maakt niet uit. Oké, wat krimp je er gewoon af? Ik weet niet hoe ik dat... Ik denk dat ik dat kan. Ja, anders leer ik het je wel, dus het is vet makkelijk. Toppie. In ieder geval, ik heb een Eevee, die heet Aqua. Echt? Ik heb geen idee waarin die evolueert. Gelijk even laten evolueren als we toch bezig zijn. Oh ja, dan moet ik het ook maar even meteen doen. Tuurlijk. Use. Nou, Eevee maar even evolueren. Niet zo snel. En waarom hebben die Eevee gewoon zo bad als zijn dat wij onszelf die hebben gegeven? Gewoon? Wij kunnen dat, die hebben wij gevangen op een secret spot. Stefan, ben je er nog? Ja, hoor je me niet meer? Heel zachtjes. Ja, ik kon ook niet zo hard praten omdat ik geen energie heb. Hoe kom je aan zonder energie? Gewoon moe, man. Waarom? Soms heb je van die dagen... Heb je hem al laten evolueren? Ja, ik ben al naar de volgende gymleider aan het rennen. For real? Ja. Oh ja, jij bent al die fietsbrug over geweest. Yes. Ik nog niet. Dat is correct. Dat ga ik nu doen. Succes, man. Nou, wat enthousiasme, gozer. Hoezo? Ik zeg toch succes? Succes. Ik zeg toch succes, want doe even niet zo... Even normaal, jongen, eikel bijten. Oh. Wat zeg je nou weer? Ik heb geen Explorer Kit. Balen. Dat is kak. Go to the man next door to the Pokécenter. Nou, waar moet je heen, denk je? Geen idee. Hier is een man met een baard. Ik wil eigenlijk geen vleugel waar ik heen moet. Hier in ieder geval niet heen. Wat kan ik met de Explorer Kit? Kan je ondergronds gaan graven naar bijvoorbeeld een watersteen of een vuursteen. Maar die heb je niet nodig, want die heb je al. Oh. Je hebt alles wat je hartje begeert, jongen. Oké. Nee, hoe naar Amethyst Square? Rot op, man, klootzak. Maar ja, daar hebben we niet zoveel aan, begrijp ik. Shit, ik heb een blackout, ik weet niet meer waar ik heen moet. Oh. Zo, mijn spel lagt. Balen voor jou. Niet normaal, zo haal ik je nooit in. Balen voor jou. Was niet zo fijntjes. Shit, een egg in de daycare. Nee, niet in de daycare, in het Pokécenter. Pokécenter, hè? Ik weet niet waar... Ruud, ik zei dat het kunnen was om op te nemen. Wat dan? Dat ik niet weet wat ik aan het doen ben. Gaat het? Ja. Oh shit, my Flareon heet nu nog steeds Eevee. Oh ja, en hoe heet hij ook weer? Ik heb van Kadabra is geëvolueerd in een Alakazam. Nice. Wat nou, cheater. Waar moet ik heen dan? Oh shit, ik moet eerst daar natuurlijk heen. Ik moet eerst fucking gay contest doen. Ik haat contests. Oh, dat is echt heel irritant, hè? Ja. Echt degene die dat ooit heeft verzonnen moet ook tegen een muur aan zetten. Ja, nou ja, ik ben net door Pokémon Y2 aan het gaan en dan moet je fucking een film maken. Ja, dat is nog irritant. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ja, inderdaad, daar hebben die gasten niks te doen ofzo. Haha, ik roep Go Eevee en dan verwacht hij geen Flareon. Ik denk dat de computer geen reet uitmaakt. Nee, maar goed. In real... Maar het gaat om het idee. In real life zouden ze zich geen raad weten. Ik denk het ook niet. Ah, god, al 5 minuten voorbij, nog maar 10 minuutjes. Ah, alsjeblieft zeg. Oh, nou moet ik een Pokémon gaan aankleden. Aankleden? Are you for real? Are you shitting me? Nee, man. Was ik maar op je aan het poepen. Nou. Dat zegt Evelien ook altijd. Oh, Ruud. Volgens mij. Poep alsjeblieft bovenop mijn gezicht. Echt waar? Op een of andere manier heb ik daar best wel een geile fantasie bij. Ik weet het. I know you dig that shit. Hey,
Oké, okay, als het goed is. Letterlijk. Oh, fuck, moet ik tegen mijn rivaal vechten? Fuck jou, kut bruut, ik haat je. Niemand mag jou. Ik ga solo. Oké, doei. Oké, nou ja. Hij opent met een Starly. En ik zet in Aqua. Dat is een Vaporeon zonder water aanvallen. Een Ponyta. En ik stuur me Eevee. Ah, nu is die weer. Ja, dat had je niet verwacht, hè. Ik zal de naam nog even veranderen van je Eevee, oké? Een vlammetje. Nee, dat gaat toen even normaal. Gaylord. Wat nou? Wat nou? Je kan het wel zelf ook veranderen. Als het goed is, zit een name rater ergens in de buurt. Ja jongen, relaxed. Ik weet het niet echt. Ik heb steeds plekken op mijn arm en ik heb geen flow idee hoe ik eraan kom. Maar de vraag wordt natuurlijk beter. Hoe kom je er vanaf? Ik moet je iets vertellen. Weet je nog gisteren dat je bij me was? Ja, was gezellig. Hebben we Mario afgemaakt. 31 aflevering. Toen heb ik je zeg maar bewusteloos gemaakt met van dat vocht. En toen... Nee, de rest is geschiedenis. Nee joh, dat heb je niet. Dat had ik wel gemerkt. Hey, ga je automatisch naar beneden op de cycling road? Ja. Fuck, dat is poep. Hoe kan ik nou net een Staravia tegenkomen en nu weer iemand met een Starly? Dat slaat nergens op. Ik ben 7 levels hoger. Nou, Stefan. Wat nou, Stefan? Dat is normaal, joh. Ja. Hallo? Moest je me even verrot schelden? Stefan? Nee, dit is verstandig voor onze kijkers. Bro, zeg gewoon of je thuis bent of niet, dikzak. Wat? Fucking vetklep. Wat? Ik hoorde je niet eens. Ik zeg gewoon of je thuis bent of niet. Waarom hapert jouw microfoon zo? Doe even normaal. Ik wil je gewoon je wat aandacht geven, man. Maar ik versta je niet als je microfoon eruit ligt. Hoor je me nog? Ja. De microfoon lacht niet eens, je bent gewoon doof, jij. Ja, tuurlijk. Nee. Mag je niet meer, het is uit. Het is nooit aangeweest, vriend. Echt wel? Nee. Wel? Nee. Jij bent niet de enige die dat bepaalt, vriend. Die shit moet van twee kanten komen. Kut, nou zet hij een Ponyta in. En nou heb ik natuurlijk wel Aqua, maar Aqua kan nog geen water aanvallen. Balen voor jou. Hou je bek, jongen. Wat? Doe even, hallo. Nee, wat zo lullig doen jij? Wat? Wat is jouw probleem, Ruud? Wat is jouw probleem? Je lijkt Simon wel. Hoezo? Heb ik je loot gejat? Ja. Nee. Altijd meer nee dan ja. Wist je dat Simon in real life geen vrienden heeft? Nou, wat is dat voor kutopmerking? Weet je waarom? Nou. Hij had altijd andermans loot. AKA meisjes en snoep en dat soort shit weg. Ben jij niet de leukste thuis? Nou, nogal. Weet je dat jij ook geen vrienden hebt? Dan moet je vragen waarom niet. Waarom niet? Omdat je sukkel bent. Weet je waarom jij geen vrienden hebt? Ik heb wel vrienden, behalve voor jou. Nee, moet je even zeggen waarom niet. Nee, maar ik heb wel vrienden. Nee, moet je even zeggen waarom niet. Oké, maar ik heb wel vrienden. Waarom niet? Waarom wel, moet je dat vragen? Nee, waarom niet? Nee, ik... Zeg even waarom niet. Oké, waarom niet? Omdat je dik bent. Zag nergens op, ik ben fucking slank, man. Fucking anorexia patiëntje hier. Watch out, you got an anorexia patiënt. Je bent gewoon jaloers, jij. Op jouw moobs. Fucking knappe mooi boy hier, oh. Op je moobs. Watch out, we got a mooi boy hier. Ja, nogal. Een mooi boy die wel eens naar de sportschool mag. Ja. Dan weet je hoe duur dat is tegenwoordig, sportscholen. Je zei laatst nog dat het best wel goedkoop was. Ja, die ene, die van 15 euro, hallo.
50 euro per maand of zo. Dan ga ik echt niet neerleggen voor een sportschool. Wat ben je nou doen met je microfoon? Niks, ik verschoof hem net even. Ja, precies, dat is het probleem. Balen, ik moet binnenkort even een nieuwe kopen. Echt? Ja, dan stuur ik deze naar Nienke op. Goed. Dus ik had Nienke een microfoon beloofd, omdat ik er nog één reserve had. Ja. Maar die reserve die is dus kapot gegaan. En, maar ja, ik moet mijne sowieso vervangen. Wat ga je met Josje doen dan? Ga je die niet opsturen? Ja, ook. Dan geef ik Nienke gewoon afdankertjes, je weet hoe het gaat. Je weet hoe die swag gaat. Nou, wat een hippe taal ineens. Je weet zelf, ik heb swag. Ik heb meer swag in mijn grote teen dan jij in je hele lichaam. Pff, zo. Dan heb je weinig swag. S-W-A-G en swag was zijn naam. Oh. Kut, ik haat dat ik fucking Vaporeon heb die geen wateraanvallen kent. Dan gaan we echt even aan werken. Volgende aflevering heb ik hem opeens uit het niets heeft hij surf geleerd. Nee, zo werkt het niet, vriendje. Jawel, vriendinnetje. Nee, vriendje. Laat hem dan offscreen trainen, zodat ik mensen niet hoef te vervelen met dat soort onzin. Nee, onzin. Je moet gewoon trainers verslaan, dat gaat hard genoeg. Dat zei je vanzelf tegen mij. Dat zei je vanzelf tegen mij? Van die zin klopt helemaal geen reet. Nee, maar je snapt het idee. Nee, leg eens uit. Nee. Waarom niet? Nou, omdat jij weet hoe die shit in elkaar zit. Natuurlijk weet ik hoe die shit in elkaar zit. Ik weet toch alles. Heb je de nieuwe super vette achtergrond al gezien? Ja. Hij is cool, hè? Hij is vet hip. Beetje pixelachtig. Maar ja, die kwaliteit ben ik van jou gewend. Weet je hoe fucking erg ik mijn best heb gedaan? Ik ben echt tot diep in de nacht ben ik doorgegaan. En dat je het even weet. Ik geloof het echt, ja. Dat is echt geen grap. Tot hoe laat heb je eraan... Wanneer heb je eraan gewerkt dan? Gisteravond. En tot hoe... Toen ik je sms'te... Toen had ik de eerste versie af, maar toen had ik er geen sprites bij gedaan, zoals jij wou, zeg maar. Sprites? Ja, van die gamepoppetjes. Ja. Even in Rutaal dan, hè? Ja. Maar toen was het best wel saai en eentonig, dacht ik van ja, fuck die shit, ik ga het erbij doen. Dus toen had ik de mystery character, had ik eerst er gewoon ingezet. En ik dacht van ja, dat komt toch binnenkort. Maar toen bedacht ik me van, hé, dan kan ik die best wel wit maken met een vraagteken, zodat mensen misschien gaan afvragen wat het is. Want ook al heb je het al 100 keer gezegd wat we naar Mario gaan doen, misschien zijn er mensen die het nog niet weten. Ja, je weet dat ik die... Het is echt best wel grappig en zo, maar ik kan dat in 10 seconden, hè, met Photoshop. En ik kan een plaatje wit maken. Ja. Nou en? Hoe denk je dat ik op onze achtergrond van deze Let's Play al die badges wit heb gekregen? Zo gedownload? Nee. Behalve voor jou. Of voor jou. Maar, weet je, in elk geval, daar gaat het ook niet om. Weet je, ik vond het gewoon leuk om te doen en ik heb gewoon vet veel werk aan gehad en een goede Palkje en Dialga en een goede Mario vinden. Ik hou er ook van om mijn tijd te verspillen. Vet zo. Ik ben geen vrienden. Hé, hey, Ruud, we moeten stoppen met de aflevering. Wacht, geduld. Ik kom net Pikachu tegen. Oh. Pikachu! En ik zet mijn Eevee in. En toen schrok hij dat er ineens een Flareon uitkwam. Zo, dan had hij Pikachu even niet verwacht. Ik denk dat die Pikachu nu best wel ver onder de indruk is. Ja, want hij is in één keer fainted. Goed. Kunnen we al zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Van mij mag je. Oké, dan save ik even. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het wel leuk, meer nog meer. ik ben fucking moe. Dus ja, echt verschrikkelijk. Is, maar morgenochtend kunnen we nog wel even wat opnemen, anders. Ja, is goed. Nou ja, in elk geval bedankt voor het kijken, mensen. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Doei! Later!